Door het coronavirus moeten we allemaal zoveel mogelijk binnen blijven. Dat betekent ook dat we niet kunnen voetballen, niet met onze vrienden en niet met onze teamgenoten. Om in deze tijd toch nog een beetje te kunnen voetballen, geven wij wekelijkse online trainingen. Deze online trainingen zijn voor 3 verschillende leeftijdscategorieën. Kijk dus even goed voor welke leeftijdscategorie jij de training uitkiest. De oefeningen binnen de trainingen zullen door het zien van de beelden en het horen van de uitleg snel duidelijk worden. Wees ook vooral creatief, zodat het voor jou een toptraining wordt. En hou je wel aan de regels, hè? Voer de oefeningen uit in je achtertuin, of als je die niet hebt, op straat. Maar hou je wel aan de regels van het RIVM. Mijn naam is Marco Neuvel, trainer bij de KNVB. Ik verzorg de trainingen, maar de komende weken krijg ik ook hulp van andere bekende trainers. Heel veel plezier bij het uitvoeren van de oefeningen. Oefening 1 is het hoppen met de bal achterwaarts. Maak voor jezelf een begin en een eindpunt. Dat kun je bijvoorbeeld markeren met pionnen, maar als je die niet hebt, ook bijvoorbeeld met bekertjes of flesjes. Hop dan vervolgens met de bal achterwaarts op de heenweg. En op de terugweg dribbel je met de bal aan je voet terug. Om de oefening makkelijker te maken kun je voorwaarts hoppen in plaats van achterwaarts hoppen met de bal in de hand. Of je kunt de afstand tot de pion of het flesje korter maken. Om de oefening moeilijker te maken kun je hoppen met de bal tussen de enkels of de knieën geklemd. Of kun je de afstand juist wat langer maken. Oefening 2 is de dribbelslalom. Dribbel tussen bekertjes, flesjes of andere materialen die je hebt door. Zet de materialen op ongeveer 1 meter uit elkaar in een rechte lijn. En vervolgens doe je dat met beide benen. Dus je dribbelt met beide benen door de flesjes of bekertjes door. Je kunt de oefening makkelijker maken door naar voorkeur te dribbelen. Dus bijvoorbeeld met je voorkeursbeen. Als dat je rechterbeen is, doe je dat bijvoorbeeld met je rechterbeen. Of je kunt de afstand tussen de voorwerpen wat groter maken. Dus je maakt een grotere afstand dan 1 meter tussen de pionnetjes, flesjes of bekertjes. Je kunt de oefening moeilijker maken door juist met je chocoladebeen te dribbelen. Je kunt de oefening ook moeilijker maken door in een bepaald ritme te dribbelen. Dus bijvoorbeeld binnenkant rechts, buitenkant links, binnenkant links, buitenkant rechts. Oefening 3 is de bal hoog houden tegen de muur. Ga op zo'n 2 of 3 meter van de muur afstaan. Laat de bal dan vervolgens vallen en speel de bal met je voet tegen de muur. Nadat je de bal met je voet tegen de muur hebt gespeeld, probeer je de bal te vangen. Je kunt de oefening makkelijker maken door dichterbij de muur te gaan staan, bijvoorbeeld op 1 of 2 meter. Of je kunt de oefening makkelijker maken door deze eerst te laten stuiteren voordat je de bal vangt. Je kunt de oefening moeilijker maken door verder van de muur af te gaan staan, bijvoorbeeld op 4 of 5 meter van de muur. Je kunt de oefening ook moeilijker maken door, nadat je de bal met de voet tegen de muur hebt gespeeld, eerst op te vangen op de voet, knie of borst en daarna pas te vangen. De challenge van deze week is de bal hoog houden tegen de muur zonder dat je deze laat vallen. Hoe vaak kun jij de bal hoog houden tegen de muur zonder dat je deze laat vallen? Ik ben heel erg benieuwd.
Leuk dat jullie mee hebben gedaan aan deze training. Neem ook vooral filmpjes op van het uitvoeren van de oefeningen, zodat je deze door kunt sturen aan je trainer en je trainer kunt laten zien hoe goed jij bezig bent.